spannend. Want kinderen hebben altijd de beste vragen. Volwassenen die durven soms niet alle vragen te stellen, maar kinderen vaak wel. Dit zijn meestal de moeilijkste en de engste vragen voor ons. Nou, kom maar op. Voor Anna, moest je vroeger heel lang fietsen naar school? Ja, ik moest 50 minuten heen op de fiets en 50 minuten terug. En dat vond ik helemaal niet leuk. Maar ik deed vaak wel heel snel, want dan kon ik en trainen en dan was ik heel snel op school. Wat eten jullie als het niet gezond hoeft te zijn? Ik hou van toetjes. Ja? Ja, ijsjes en zo. Ja, dat vind ik wel lekker. Ik hou vooral heel erg van een lekkere hamburger en wat patat. Mijn zonde is de frikandel speciaal. Ik heb een vraag voor Ronald. Zitten de strakke pakken zo fijn? De schaatspakken en waarom zit ze strak? Hij zit zo strak omdat hij aerodynamisch moet zijn. Of hij fijn zit? Nee, hij zit niet fijn. Voor Irene Wüst, ben je wel eens verliefd geweest op een andere topsporter? Nou, kijk, daar heb je het. Zo, ja, nou daar. Ja. Sorry Irene. Die krijg je niet van bed. Nou ja, ja. En toevallig, ik ben verliefd op een andere topschaatster, Letitia de Jong. Voor Bibian. Voor Bibian. En wat is jouw vraag? Hoe vond je dat je steeds weer te horen kreeg dat je kanker had? Ja, dat is natuurlijk vervelend. Oh, ja, wacht eventjes. Die komt even binnen. Die komt even binnen. Weten we allemaal dat Bibian ziek is geweest? Ja. En dat ze kanker heeft gehad? Oké. Okay. Ja? Ja, inderdaad. Oké. Okay. Nou, en hoe was het dan? Ja, dat dus. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Aan de andere kant probeer ik altijd naar de positieve dingen in het leven te kijken. En sporten is voor mij een beetje mijn uitlaatklep. Dus ja, ook al ben ik ziek, vaak gelukkig tot nu toe voelde ik me dan niet zo heel ziek. En dan ging ik gewoon sporten om mijn hoofd een beetje leeg te maken. Ik heb voor Irene Wüst. Heb je wel eens iets gebroken toen je viel? Nee, ik heb gelukkig niks gebroken. Ik ben één keer heel hard gevallen en toen heb ik mijn heup gebroken. Ik heb een keer mijn elleboog uit de kom gesnowboard. Ik ben 2 weken voordat ik zou gaan trouwen ben ik gevallen en had ik beide handen gebroken. Dus ik ben getrouwd met 2 gebroken handen. Oh. Welke rol hadden jullie in je eindmusical? Niet de hoofdrol hoor. En moest je ook zingen toen? Nee. Ik had een klein rolletje, dat was... En was je daar blij mee of zijn we? Ja, daar was ik blij mee, want zingen en dansen, dat is niet aan mij besteed. Ik weet niet meer waar de musical over ging, maar ik weet nog dat ik er niet was toen de rollen verdeeld werden. Want ja, als je sport, dan ben je er ook wel eens niet op school. En toen werd ik zwerver. Ja, en dat vond ik eigenlijk wel leuk, want toen mochten we modder op ons gezicht doen en haren door de war. En ik hoefde alleen maar op het podium te zitten en verder niks te doen. Dus dat was echt een hele leuke rol. Wie vindt dat ook prima, jongens, een beetje achteraan en ja? En wie heeft liever de hoofdrol? Wie staat liever, ja? Ja? Kennen jullie de Swish? De Swish voorlangs, achterlangs. Oké, okay. Dat is dus lang. Hebben jullie goed opgelet? Ja? Oh. Oké. Okay. En dan doen we nu snel. Ja? Ja! Yeah.